Ook op Oudjaarsdag werd er ingebroken. Dat blijkt wel uit deze beelden in Schijndel. De man die hier staat te pinnen doet dat namelijk met een pinpas eerder die nacht tijdens een woninginbraak buitgemaakt. Op verschillende plaatsen in Brabant, maar ook daarbuiten, wordt daarmee gepind. De tiplijn is nu open.